De dijk in NK 100 meter inlijnskaten worden dit jaar gehouden op een bijzondere plek. Namelijk in het Vondelpark in Amsterdam. In een mooie natuur, in midden in Amsterdam, allemaal publiek. Ja, dat is gewoon geweldig. Het geeft een beetje het gevoel van de zilveren bal. Mensen allemaal op de 100 meter, hartstikke druk, dus dat is echt heel erg leuk. Ja, vette locatie en ja. En ook wel echt veel publiek, denk ik, van niet-skileraars. Dus ja, zo goed wordt skiler ook, denk ik. Ja. Ja, zeker als het op zo'n locatie is, is het natuurlijk fantastisch om voor de skilersport iets terug te doen, zeg maar. Ja, want jij wilde hier echt aan de start staan. Ja, zeker. Ik had ook het liefst gewonnen. Maar ja, ik vond het al hartstikke mooi dat hier het NK is en dat ik daaraan mee kan doen. Ja. Is het nou heel anders dan 100 meter op de schaatsen? Nou ja, heel anders. Het blijft natuurlijk een soort van schaatsbeweging. Maar ja, technisch zijn er wel wat dingen anders, waardoor je toch wel een soort van switch moet maken. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is het skiller ook, dus ja. Marijn Scheperkamp wint dit NK niet. Hij strijdt samen met Glenn Nijenhuis om het brons. De beide sprinters maken er een bloedstollend spannende rit van, met uiteindelijk Scheperkamp als winnaar. Hij eindigt dus als derde. De eerste twee waren wel even wat te snel. Dus ja, ik ben wel blij dat ik nog derde heb kunnen worden en nog op het podium sta. Ja, dus al met al heb je toch wel een leuke middag gehad. Ja, zeker. Ja, ja, iedereen zei van tevoren, je moet wel even winnen en dit en dat. Dus ik kon eigenlijk alleen maar verliezen van mijn gevoel. Maar ja, weet je, het is ook gewoon leuk om mee te doen. En het is ook gewoon nog een goede training. Ik heb even die 100 meter moet ook beter natuurlijk op het ijs. Als je kijkt naar de internationale concurrentie. Dus ja, was het ook niet per se heel slecht om hier aan mee te doen. Dus, De eindstrijd bij de heren gaat tussen Stefan Westenbroek en Jelmar Hempenius. Het is de sprinter van Regenborg die deze finale wint in een tijd van 10 seconden en 1600ste. Nee, zo stukje. Het is helemaal niks. Hoe spannend was die finale? Ja, hartstikke spannend. Ik zat een 100ste van Jelmar af in de halve finale. Dus ja, dan is het toch wel spannend als je die finale rijdt. Ja, ik pak hem op geloof ik 200ste, dacht ik. Dus ja, dat is wel fantastisch. Maar had je hier nou weer speciaal dan voor getraind? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb een wedstrijdje in Heerde gereden, die ging ook goed. Toen eindigde ik achter Glenn Nijhuis. Toen dacht ik, nou ja, misschien gaat het wel heel goed op het NK. En nou, zo, ik groeide een beetje het toernooi in. En nou ja, nu ben ik een Nederlands kampioen. Echt fantastisch. Bij de dames staan twee ploegenootjes in de finale. Links in beeld de 19-jarige Fleur Huls. Zij neemt het op tegen de 2 jaar oudere Marit van Beinum. En zij wint met overmacht deze finale in een tijd van 11.09. Ik ben heel erg tevreden, ja. En de finale was eigenlijk niet eens heel spannend. Je wist al heel snel dat je ging winnen volgens mij. Ja, ik zag in mijn ooghoek dat ik een kleine voorsprong had. Dus ja, ik dacht ik juich even voor het publiek. Ja. Is dat fijn op deze manier winnen met zoveel overmacht in de finale? Ja, geeft wel een goed gevoel. Ja, zeker. Ja, dat is echt een kick. Ja, en het publiek deed goed mee. Ik vond het heel erg leuk. Angel Daleman zal met een heerlijk gevoel terugdenken aan het weekend. Ze had al 3 gouden medailles veroverd. Vandaag wint ze bij de junioren B ook dit sprintnummer. Hoe kijk je nou terug op het weekend? Want je hebt zoveel gewonnen. Kun je het allemaal nog bijhouden? Nou, ik heb ook heel veel geleerd. Dat vooral, dus ik kijk echt heel positief terug. Ja, maar ja goed, je hebt, hoeveel medailles heb je gehaald? 4 gouden. Ja, dat bedoel ik. Ja, super blij mee. Heel blij.